Photoshop is een uitstekende keuze als het gaat om het retoucheren van hele oude foto's. En deze foto is behoorlijk oud. Dit is mijn opa en deze foto is uh, uh, ja, ergens uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus deze die loopt al uh, redelijk richting de 100 jaar. Ziet deze foto er verkeerd uit? Nou, op zich, zo vanaf een afstandje valt dat nog wel mee. Maar als je in gaat zoomen, dan wordt het al anders. Deze foto is gescand en vandaar een klein beetje de onscherpte. Maar je ziet hier bijvoorbeeld beschadigingen op de foto. Waar ze vandaan komen, geen idee. Maar op zich is de conditie van deze foto best behoorlijk te noemen. Je zult wel eens oudere foto's zien die veel erger zijn. Maar er zitten ook wat lichte krassen overheen. En ook nog wat andere kleine beschadigingen. En als je hier kijkt, dan zie je zelfs een vingerafdruk. Ik zie er hier één. En ik zie er eigenlijk volgens mij ook wel eentje hier. Maar er zitten dus tal van kleine dingen die deze foto verre van perfect maken. De nu staat is wel weg, maar ja, na 100 jaar, wat wil je nog meer? Ook is de foto vergeeld en heb je een foto die nou in de volle zon heeft gehangen, dan is dat natuurlijk veel erger dan een foto die al jarenlang in een album zit. Dus ook bij deze valt dat wel mee. En het contrast is een klein beetje fletser geworden. En dat zijn allemaal dingen die gaan we herstellen. Het belangrijkste, dat is in dit geval echter het kloonwerk. En dat is in dit geval ook gewoon echt het meeste werk. Want als je inzoomt op 100%, je ziet het, er zit gewoon heel veel op. Al deze kleine dingetjes, dat zijn allemaal dingetjes die in de toplaag van de foto zitten. Of onder de scanner. En dat moet allemaal verholpen worden. En dat is heel wat werk. Hoe pakken we dat nou het beste aan? Dat doen we natuurlijk met kloongereedschappen. En je hebt gewoon de kloonstempel. Die vind je met de sneltoets S of die vind je hier. En vervolgens kun je, als je er met rechts op klikt, kun je de grootte bepalen. Hou er Alt ingedrukt. En je kunt gewoon gaan klonen. Alleen doe ik dit dus in mijn oorspronkelijke laag. Ga ik fouten maken, dan kan ik eigenlijk gewoon nooit meer terug. Want je hebt maar een x aantal stapjes wat je terug kunt in Photoshop. Met Ctrl-Z in dit geval. En nog verder terug is Ctrl-Alt-Z. Maar dit is een destructieve manier van klonen. En dat wil je nooit. Dus je maakt een nieuwe laag aan. En dat doe je door op Ctrl-Shift-N te drukken. Of hieronder voor dit icoontje te kiezen. En deze nieuwe laag noem ik klonen. En vervolgens krijg je dus uh, de laag klonen erbij. Ja, er staat nog een laag klonen boven. Um, ik heb natuurlijk alles gewoon al gedaan. Anders ga je gewoon uh, een half uur zitten kijken naar hoe ik zit te klonen. Daar zit niemand op te wachten. En als ik nu ga klonen in de laag, dan ga ik kijken naar de onderliggende laag. En ga ik het toepassen op mijn laag klonen. Belangrijk daarvoor is wel dat hierbij monster huidige en onderliggende laag aanstaat. Of alle lagen. Doe je alleen huidige laag. Dan gaat Photoshop zoeken in de huidige laag. En dat is die laag klonen. Nou, die is helemaal leeg. En dan gaat hij uh, ja, leegde klonen. Dat heeft geen zin. Zet ik hem op huidige en onderliggende laag. Dan kijkt hij naar de inhoud van de laag klonen. En naar de inhoud van de laag scan. En dan gaat hij daar dus gewoon iets nieuws van maken. En vervolgens, als je de Alt ingedrukt houdt, kies je een bronbestand uit. En als je hem loslaat, dan kun je daar gewoon de klon neerzetten. Alleen je ziet het al, dit, is, ja, dit werkt, maar dit is niet helemaal fraai. Er is natuurlijk gewoon nog meer. Maar je hebt ook nog een ander gereedschap, en dat is het snel retoucheerpaneel. En dat vind je hier een soort pleistertje of met een sneltoets J. Je hebt nu in ieder geval geen mogelijkheid om een brongedeelte uh, te kiezen. Dat maakt Photoshop namelijk zelf wel uit. Zorg dat bovenin monster van alle lagen is aangevinkt, want anders kijkt hij alleen maar naar de huidige laag. En je klikt gewoon ergens op. En als je de muisknop ingedrukt houdt. dan zie je dat het een beetje zwart is. Nou, daar gaat hij aan de slag. Laat ik hem los, dan gaat hij het zelf invullen. Dus Photoshop kijkt in dit geval een klein beetje naar de omgeving. en bepaalt zo wat er in het nieuwe stuk moet komen. Dit is een intelligentere manier van klonen. dan het gewone kloongereedschap. En zo ga je gewoon heel veel dingen van je foto na. Nou, je ziet hoe snel het gaat en hoe snel ik gewoon meer dan 20 stappen heb gezet. Dus als ik een fout heb gemaakt, dan zou ik nou gewoon al niet meer terug kunnen naar de eerste streep. Maar omdat we dus op een nieuwe laag werken, is alles dus gewoon nog later te bepalen. Zet ik bijvoorbeeld even de laag scan uit, dan zie je wat ik tot op heden allemaal al heb bijgekloond. En als ik nu in de laag klonen, het gummetje kies en ik ga gewoon zitten gummen waar de beschadiging stond, dan zie je wat er gebeurt. Uit de laag klonen verwijder ik mijn correctie en zie je dus gewoon weer de onderliggende laag. En zo moet je dus eigenlijk gewoon heel je foto afgaan. En dat is mega, mega veel werk bij oude foto's. Zo zag je bijvoorbeeld hier de vingerafdruk en de beschadigingen. En dat moet je dus allemaal gewoon even keurig netjes wegwerken. Daar kun je misschien bij hele grote foto's wel eens een halve dag mee bezig zijn. Ik was hier uit mijn hoofd gezegd, denk ik, nou wat zal het zijn geweest? Een goed uur mee bezig. Maar ik had dit dus al een keer gedaan en ik had de laag kloon aangemaakt en daarmee zijn de beschadigingen wel weg. Nou, gooi ik deze laag klonen eventjes aan de kant. Ik heb nu dus deze foto en daar zijn alle imperfecties wel weer weggewerkt. Maar ik wil nog meer doen. Ik wil bijvoorbeeld die vergeling eruit halen en dat doe je heel makkelijk door een aanpassingslaag te maken. En dat doe je hieronder bij het zwart witte bolletje. En ik kies in dit geval voor zwart-wit. En mijn kleurzweem is in één keer weg. Natuurlijk, dit is gewoon een zwart-wit foto. En heb je nu een kleurenfoto met daarin een zweempje? Klik bovenin even op de link. Daar leg ik uit hoe je een zweem verwijdert uit een kleurenfoto. Ik heb dus gekozen voor een aanpassingsfilter zwart-wit. Ik had ook gewoon meteen de verzadiging eruit kunnen trekken, maar hier heb ik net iets meer controle. Als ik hem even uitzet, je ziet deze foto heeft een gelige bruinige tint. En dat betekent dat in de rode en gele tinten nog het een en het ander kan gebeuren. Want ik heb hier dus bijvoorbeeld individuele kanalen. Blauw zit er niet in de foto. Doe ik daar iets in, gebeurt er gewoon helemaal niks. Net als magenta en groen, dat heeft helemaal geen invloed. Maar geel en rood wel, omdat vormt tezamen bruin. Nou, daar kun je nog een klein beetje mee schipperen. Maar dat is natuurlijk niet verplicht. En ik vond hem ook nog een klein beetje flats. Dus ik ga met helderheid en contrast het contrast aanpassen. En ook de helderheid een klein beetje. Dan zeg je nou van ja, dit is me eigenlijk te clean. Dit is te zwart-wit. Dan kun je gewoon die zwart-wit laag. Dan kun je de dekking een klein beetje van verlagen. Waardoor je eigenlijk toch gewoon net dat hele kleine subtiele zweempje krijgt. En toch een beetje meer dat gevoel heeft van een oude foto. En vervolgens heb ik deze afgedrukt. En deze hangt bij mijn vader. En ja, bij de helft van de familie eigenlijk gewoon aan de muur. En dan hebben ze een mooie moderne variant van één hele oude foto. En kunnen ze die oude foto gewoon weer in de kast leggen. Waar die bewaard kan blijven. En de foto blijft gewoon bewaard voor de volgende generatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.